Bart, opnieuw welkom. Suzuki heeft een nieuw model, een extra model binnen het gamma, en al meteen een fleetpaardje. Inderdaad, we zijn heel blij dat we de nieuwe Suzuki Swayze kunnen presenteren. Het is ons eerste product van onze samenwerking met Toyota. Uh, we zijn natuurlijk heel blij dat we die beproefde hybride technologie nu ook bij Suzuki hebben. En dat gaan inderdaad onze eerste stappen zijn naar de echte fleet. Langs de andere kant is het ook een uitbreiding van ons huidige gamma. Want voor sommige mensen gaat die Vita of die Escro's misschien een beetje klein worden. En dan kunnen wij die mensen verder helpen binnen ons gamma met de nieuwe Suzuki Swase. 2021 wordt een speciaal jaar, een feestjaar voor jullie, want 100ste verjaardag. Inderdaad, 100 jaar. En dat moet gevierd worden natuurlijk. Normaal hadden wij dat in Brussel willen doen, maar ja, om bekende redenen gaat dat niet door. Nu, in elk geval wij hebben dat op zijn Suzuki's aangepakt. Wij hebben het eerste wagentje dat Suzuki ooit heeft geïmporteerd in Europa gaan opzoeken. Dat is de Suzuki Fronte. We zijn dat nu helemaal aan het restaureren in een waarachtig wieler-dealer project. Dus binnenkort meer daarover. Bart, bedankt.